Zo, we staan hier op de Platte Dijk in Helvoetsluis. En zo dadelijk gaat het gebeuren hoor. Wat? Nou, dan gaat de schapenscheerder. Die gaat zijn schaapjes scheren van de kinderboerderij De Kerkensteen. De schapenscheerder is zojuist aangekomen. En zo rondom 10:45 zal ongeveer de eerste van zijn jasje worden voorzien. Nou, hij is zojuist aangekomen. En het wachten is op de eerste schaap. Goedemorgen. Ik hoef ze niet op mijn wil, alsjeblieft. Foto. Zitten. Dit zijn allemaal lapjes, verschillende. Moet maar voelen wat het verschil is. Er staan ook kaartjes op hoe ze heten, die schapen. Hey, en dit is een instinker. Wat zou dit nou zijn? Voel het eens. Ja, het is heel zacht. Maar is het een schaap, denk je? Nee. Ruik er eens aan. Heb je het wel een beetje gevoerd? Misschien wel eens in de dierentuin? Nee. Zeg maar. Kan mee om? Nee, dat is niet zo normaal. Ga die kijk nog. Ja, zo lang leeft. Ja, die alleen maar deze spiegel, zeg maar. Goedemorgen, dames. Dadelijk worden jullie helemaal netjes voorzien van een nieuw jasje. Oftewel, je oude jasje gaat uit. Ja, wat zeg ik nou, hè? Nou, hier staan ze al allemaal te wachten. Juist, zou ik ook zeggen. Antoinette natuurlijk bloedzenuwachtig. Zie je wel? Kijk. Eerst wil ik even weten, met welke schapenscheerder hebben wij hier het genoegen? Met Jan van der Stok. Uit Hoogvliet had ik al begrepen. Uit Hoogvliet. En u bent vorig jaar bent u ook hier geweest, hè? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja, man, doet u al lang schapenscheerder? Ja, hoor. Ik vroeg al met mijn vader mee. Oké. Nou, we gaan zo eens kijken hoe het gaat worden. Dank u wel. Oké, dank u wel. Vol ongeduld staan ze te wachten. Ah, ze horen het geluid al. Wat zeg je? Oh. Nee, ik moet uitkijken, ja, tuurlijk. Oh ja, maar oké. Ja, dat kan ik niet meer. Ja. 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 Ja
Ja. Nou, daar gaat hij dan hoor. Nou, zoals we zien is het schaap bijna van zijn jasje ontzien. En nou, het gaat heel relaxed allemaal hoor. Super! Wat vind jij er nou eigenlijk van? Hè? Ja, zeg jij nou eens er wat van? Ja, zou ik ook doen.
het is mij bijna gebeurd. En dan gaat de schaapherde, de schaapherde, neem me kwalijk, die gaat eerst even een bakje doen. De schaapherde komt uit Hoogvliet. En het is, vorig jaar heeft hij het ook al gedaan en het jaar ervoor ook al. En ik moet zeggen, nou, het gaat fantastisch. Het is heel relaxed. Bijna gebeurd. Hij dekt zijn eigen toe met zijn eigen wol. Ja, het is net als de kinderen, ze vinden het nou eenmaal niet prettig om bij de papa te zijn. En daar gaat hij hoor, hey. Hartstikke doen. En dit is het resultaat, daar ligt zijn jas. Ja, papa. Die loopt volop in beeld, want dat wilden ze graag. Er wordt natuurlijk volop gesnuffeld aan het, want hey, wat heb jij nou? Vachtje. Ja, maar wat ga je dan mee doen? Nou, die mevrouw maakt van alles van de vachtjes. Ja, nou een, als je daar kijkt, is ook allemaal schapenvacht. Van allemaal verschillende rassen. Ja.
Ja, die had ik. Mijn kinderen zijn nog groot, zeker? Ja. 14. Die wordt 15 binnenkort. Die moet naar de deur uit. En de andere wordt 12. Nou, dit was dus leuk om te zien hoe de schapen scheerden. De eerste schaap speciaal voor mij, omdat ik eigenlijk een beetje haast heb willen scheren. Nou, ik zou zeggen, wil u meer zien op de kinderboerderij de Kerkensteden? Dan zou ik zeggen, kom gerust eens even langs, want het is hier altijd leuk, gezellig en altijd leuke vrijwilligers. Kijk, een van mijn buurvrouwtjes, die ook altijd actief is op de kinderboerderij. Ik zou zeggen, kom gerust even langs. Thank you.